achter de piano zit een man waar ik een heilig ontzag voor heb. Misschien omdat ik zelf ook wel eens een beetje piano speel. En dat is Marcel Hendricks. Achter het slagwerk zit een gigant, letterlijk en figuurlijk, Huub Janssen. En een man die zich krampachtig aan zijn smalle bas vasthoudt, Henk Bosch van Drakensteyn. De aanvoerder en aanvuurder van dit kwartet, wat zich het Flashback Quartet noemt, is clarinetist, tevens alt-saxofonist Bob Kaper. En om toch een beetje in die Franse sfeer te blijven, hebben we hier een Fransman bijgezet. Het is de Franse vibraphonist Dani Dorice.